Ik ben Alp Groothedde. We zijn bezig met het initiatief Kliks, zodat mensen weer gaan ontdekken waar ze zelf goed in zijn en wat ze leuk vinden. Mij werd de vraag gesteld, staat in 2030 Nederland helemaal vast met de files? Of is dat niet het geval? Nou, ik zei volgens mij is dat niet het geval, want we gaan eindelijk ontdekken dat arbeid niet meer locatiegebonden is. Maar dat we daar alleen voor ons plezier in gaan staan. En we moeten dus gaan nadenken wat we voor belemmeringen er nu op dit moment zijn die je kunt wegnemen om files te voorkomen. Dat je er niet voor je plezier in gaat staan. Want uiteindelijk zal er in 2030 alleen maar iemand meer als recreatieve bezigheid in die file gaan staan. Nou, op veel van dit soort ideeën kun je plaatsen, maar ook op stemmen op kliks.nl, Q-L-I-X-Z.nl. En daar staat er ook eentje op, bovenaan. Als je geen files wilt, moet je er niet in gaan staan. En ik roep iedereen op om daar te gaan stemmen en ook de ideeën aan te geven wat we kunnen doen. En het nieuwe werken is er daar denk ik een van, om dat op een goede manier gestalte te laten geven. Kunt u daar een paar voorbeelden van geven van het nieuwe werken? Nou, ik denk dat het niet locatiegebonden zijn van arbeid, dat het management daar veel meer zich bewust van moet zijn. En dat veel arbeid gewoon thuis kan gebeuren of op locaties die dicht bij huis zijn. En ook vergaderen kun je vaak dicht bij huis doen, zodat je eigenlijk als het in heel veel functies het bijna niet nodig is om echt expliciet op een bepaald moment op het kantoor te zijn door in de files te gaan staan. Dus de managers moeten nog om? Ja, ik zei net, het is denk ik moeilijk voor managers om van hun medewerkers ondernemers te maken. Want dan moeten ze zelf ook ondernemend worden. En het managen van ondernemers is een wel ander vak dan het managen van arbeid die je met de zweep aanjaagt. Nou, misschien is dat een beetje zwart-wit, maar ik denk dat er nog heel veel diep in het binnenste van veel managers zit. En nog één keer uw website? Kliks.nl, Q-L-I-X-Z.nl. En dan wordt het nog wat in 2030? Vast wel. Dank u wel.